Philips is groot geworden met licht. En toch maakten ze vorig jaar bekend de lichtdivisie te verkopen. Het bedrijf gaat zich meer richten op gezondheidstechnologie. Bij het onderzoekscentrum Philips Research worden alle nieuwe producten ontwikkeld. De afgelopen 100 jaar heeft het centrum maar liefst 130.000 patenten op zijn naam kunnen schrijven. Dat is ontzettend veel. Hans, we gaan met jou een beetje vooruitkijken. Ja. Waarom gaan jullie zo voor die specialisatie in de gezondheidstechnologie? Nou, het is al een tijd geleden dat Philips besloot om, om juist de stappen richting health en well-being, zoals we dat noemen, of zorg en gezondheid te stappen. Mm-hmm. Philips ziet dat de markt daar duidelijk aan toe is om een aantal nieuwe innovaties te brengen. En wat eigenlijk ook voor het bedrijf goed is om een betere marge te kunnen halen dan dat uit de verleden in de, zou ik maar zeggen, high-value electronics zoals tv te halen was. Juist. Er zijn natuurlijk heel veel veranderingen ook in de manier waarop mensen reageren in de zorg. Ja. Hè? Wat zijn nou trends? Nou, een duidelijke trend is, en dat heeft natuurlijk het internet heeft daarmee te maken, is dat mensen steeds mondiger worden. Het is niet meer dat, oké, ik stap naar de dokter met de witte jas en die zal het beste voor mij hebben. Mensen gaan googlen, mensen gaan zoeken. En zeker als je ziekte hebt en zeker als je kanker hebt, zijn steeds meer mensen gaan zelf kijken en de juiste zorg selecteren. En dat zie je dat het een duidelijke trend is. Daarnaast zie je dat een andere trend is dat de zorg steeds specifieker voor de persoon moet worden. Het gaat niet maar over het genezen van wat werkt bij grote groepen. Nee, het gaat om wat geneest er bij jou. Wat is jouw ziekte? En zoals je weet, kanker is niet één ziekte. Het is wel 1000 verschillende. Dus je wil hebben dat de juiste behandelingsmethode optimaal voor jou werkt. En hoe helpen jullie daar, ondersteunen jullie daarbij met de apparatuur van Philips voor thuis? Nou, voor thuis is het, dat is eigenlijk een andere trend die je ziet. Je ziet eigenlijk, je moet integraal kijken naar gezond blijven eigenlijk, voordat je ziek wordt. En als je ziek wordt, hoe word je dan het beste gediagnosticeerd, behandeld, maar ook na zorg. Nou, Philips kijkt naar dat continuum of care, of de hele keten van de care. En daar probeert Philips toegevoegde waarde te geven. En je wil het liefst thuis gewoon geholpen worden. Je wil het liefst niet in het ziekenhuis. Voor het ziekenhuis is het ook goed. Want het is een vrij dure plek om iemand in bed te houden. Dus we kijken naar nieuwe technologie. Die zorgt ervoor dat de patiënt thuis kan zijn. Maar toch optimale zorg krijgt vanuit het ziekenhuis en een specialist. Maar is zo'n apparaat voor thuis nou te betalen voor mensen? Nou, dat heeft te maken met businessmodellen natuurlijk die je eraan hangt. En je kan kiezen van, is dat dan iets wat een patiënt zelf kiest? Of is dat de zorgverzekeraar die daar een geeft? Of is het het ziekenhuis dat een bepaald apparaat te leen geeft voor een bepaalde periode? En een voorbeeld kan daar bijvoorbeeld zijn bij chemotherapie, wat meestal een cyclus is van 6 keer 1 maand, wat een chemotherapie-patiënt door moet komen. En dan kan je dat zeg maar tijdelijk lenen aan zo'n patiënt voor die periode. Maar wat kan een patiënt vanuit huis dan doen, zeg maar, waarvoor die anders naar het ziekenhuis zou moeten gaan? Nou, hele kleine, simpele check-ups die je normaal een arts nodig hebt. Een bloedtest bijvoorbeeld. Nu moet je bloed gaan prikken naar het ziekenhuis, moet je naar het diagnostisch centrum gaan. Er worden een aantal bloedbuisjes geprikt. En wij proberen als Philips nu een apparaat te ontwikkelen waarbij je net als een glucosetest, simpel met een vingerprik bloed, het kan testen. Ja. Een kleine vragenlijst van hoe voel je je vandaag, wat is je temperatuur. Dat gaat dan automatisch naar de behandelend oncoloog. En die kan zien hoe de status van de patiënt is. Okay. En of die preventief misschien medicatie moet geven. Of dat de patiënt nog niet hersteld is om terug te komen. Dus dan kan hij heel veel informatie hebben om een goede zorg op afstand te geven. Okay. Een andere mooie ontwikkeling voor ziekenhuizen is de digitale pathologie. Het is echt een doorbraak in de strijd tegen kanker. Even een filmpje. Ik heb hier een glaasje met een stukje weefsel. Dat komt van een patiënt af met een vermoeden van kanker. En dat moet door naar de patholoog. Die gaat dan beoordelen of deze patiënt ook kanker heeft. Een ziekenhuis krijgt ongeveer tussen de 200.000 en 400.000 van dit soort glaasjes per jaar te verwerken. En wij hebben een apparaat gemaakt die dat kan digitaliseren. Ieder glaasje is zo groot als een dvd, ieder plaatje. En dat de pathologen dat met z'n allen kunnen verwerken, ja, dat is iets wat tot nog toe niet mogelijk was op dat soort snelheden. Je kan meerdere glaasjes naast elkaar laten zien. Dat is iets wat ook onder de microscoop niet kan. Waardoor een patholoog nou kan zien, dit zijn kankercellen. En wat zie ik hier in mijn bijgevoegde glaasje? Dat deze kankercellen positief gaan reageren op een bepaalde chemokuur. Dus dit heeft meteen implicaties voor de nazorg van de patiënt, de overlevingskansen, etc.
En als je dan echt hiermee verder wil, je hebt een hele moeilijke casus en de expert voor jouw casus zit bijvoorbeeld in Engeland, kan je simpelweg het scherm delen. Iets wat vroeger gewoon echt niet kon omdat je op de locatie van het glaasje moest zijn. Ongelofelijke ontwikkeling. Hè? Je hebt voordelen als de logistieke belasting die wordt verlicht. Het scheelt een hoop tijd. En het is ook nog mogelijk om met collega's over de hele wereld te communiceren. Ja. Maar het traject daarna is eigenlijk nog veel interessanter, Hans. Ja, dat klopt. Hè. Dus in eerste instantie gaat het vooral over kennis delen, samenwerking en op die manier sneller de diagnoses te komen. Maar de potentie wat dit heeft, dit geeft er natuurlijk ontzettend grote faal, zoals mijn collega Dirk al in de video aangaf. En stel je eens voor dat je vanuit het ziekenhuis hele archieven kan digitaliseren, daar slimme software op loslaten komen, die tot compleet nieuwe inzichten kunnen komen, om tot nieuwe behandelingen en betere behandelingen methodieken te komen voor kanker. Het is alleen, hoe breng je al die informatie tot een simpel A4'tje, zou ik maar zeggen, dat de arts de juiste beslissing kan nemen? En hoe haal je uit die juiste informatie voor hem, van al die verschillende systemen die er zijn. Hoe breng je dat samen? En ja. Ik denk dat de trend is en de belangrijkste innovatie die de arts en de zorg vooruit gaat helpen.